Welkom allemaal bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik het hebben over iets idioots wat ik heb gedaan. Laat me het zo zeggen, ik was een tijdje geleden bezig met het netwerk van mijn vader. En met mijn papa van thuis. Met mijn bedoel dus alle internetinstellingen en zo voor de switch routers en zo. En iets werkte niet en ik werd heel kwaad toen. Ik had van alles moeten doen, ben er uren mee bezig geweest, niks werkte. En toen had ik mijn laptop nodig en mijn oplader. Dus ik was zo kwaad, ik had mijn laptop s'avonds op bed gegooid. Ik was echt woedend. En dan had ik mijn lader erop opgegooid. En die was op mijn laptop gevallen. Nu, mijn laptop stond uit en was dichtgeklapt. Dus daarvan het zal niet erg zijn. Maar de slag klonk niet al te goed. En nu is dit het gevolg. Dit is dus het gevolg, een kapot beeldscherm. Je kunt zien dat hier de slag was. Maar dan eigenlijk hier. Deze achterkant. Nu, ik heb twee laptops, dus in principe, het is niet zo heel erg. Maar, klinkt niet gezond. Maar, dit is mijn goede laptop, dus ik kon hem normaal gewoon gebruiken. Het licht valt moeilijk. Ik zal het zo wel doen, dan zit het normaal gezien. Ah ja, het is helemaal vervloten. Je ziet helemaal geen flikker meer. Dus, ik ga hem nu terug uitzetten. En, dan ga ik even wat uitleggen. Natuurlijk, ik gebruik deze laptop veel. Vooral bij mijn papa, als ik voor school moet werken. Omdat ik niet mijn hele computer mee kan nemen, elke week. Omdat dat niet gemaakt is voor computers zijn natuurlijk. Statusobjecten. Het is bedoeld om status op één plek te blijven. Laptops zijn gemaakt voor te verhuizen, dus een beetje logisch om mijn laptop te verwerken ook krijgen. Toen ik een ongeluk dan kapot is. Dus wat ik nu wil doen is scherm. Nu, het probleem is, er zijn twee oplossingen voor als jullie een nieuw scherm willen. Je kunt het zelf zetten. Ik heb er al wat ervaring mee met schermen, monteren, demonteren en laptops, dus voor mij is het redelijk simpel. Of je kunt het zelf, doen. Kost het minst. Of je kunt het laten doen, een professional, die zal het dan ook doen dat het werkt. Soms wil ze zeggen, van dat gaat niet door dit of dat, maar het gaat altijd. Meestal altijd. Het hangt ervan af of ze het scherm maken of niet. Dus in mijn geval is het nog. Matter of fact, ik heb hier één besteld op AliExpress. Dat was het probleem, met hier krijgen. Ik heb twee voor de examens besteld, de examens zijn nu voorbij. Ik heb wel... Nee, maar het probleem was, hier krijg je prijs, veel nog mee. Schermen voor laptops vervangen zijn meestal tussen 50 en de 250 euro. Dus dat valt in mijn mening nog wel mee. Mijn was nu 90 euro, denk ik. Nu, het is een 60 hertz scherm van 1600 bij 900 pixels. Dus dat is between OHD en Full HD. Dus dat is voor mij goed genoeg. Ik kan het wel werkende terug hebben. Maar dat is één ding dat je moet weten over als je het zelf gaat vervangen. Als je zelf een scherm vervangt, moet je eerst je laptop openen. Omdat je eerst het serienummer van het scherm wat je hebt, moet weten. En dat staat bij de meeste laptops geplakt op een sticker. Op de achterkant van het scherm zelf. Dus dan moet je eigenlijk het beeldscherm, of de LCD in mijn geval, uit je laptop halen. Om dan te kijken welk het serienummer is, instellen, wachten tot het hier is. Bij u thuis en dan het plaatsen. Het is dus wat we vandaag gaan doen. Ik heb nu ongeveer een drietal weken moeten wachten tot mijn hier was. Het was geschat op een maand. Nu het is 3 weken geweest, dus ik ben er content mee. Dus ik ga nu het installeren. Wat we nodig hebben is natuurlijk uw laptop. En het scherm zelf. Handig is ook voor als je hem opnieuw opstart, de lader. Want soms doen ze moeilijk en dan moet je naar BIOS gaan en je kent het wel. Dus ja, ik heb nog één ding pakken dat ik nodig heb. Hetgeen wat je nog nodig hebt is gereedschap. In mijn geval, wat in de meeste computers is, heb je een kleine kruisschroefdraaier nodig. En een kleintje en een grote. Een normale eigenlijk. Dus dan komen we bij het volgende deel van deze aflevering. Of reparatie zou ik het noemen.
is het uitpakken. Nu, ik pak hier een groot scherpmes, omdat ik toch weet dat ik ermee om kan gaan. Maar waar je altijd mee op moet letten bij computeronderdeel is voorzichtigheid. Dus eerst wat ik ga doen is de eerste band doorsnijden, zo. Om te zorgen dat ik het pakket open kan doen. Je moet zien, normaal gezien is er altijd een opening zoals altijd wel bij een pakket. En die moet je eigenlijk zoeken. Dat klonk niet gewond. Gewoon is de lucht eruit komen, vrij scherp. Ja, ik zie het al. Dat hebben ze toch wel goed gedaan bij AliExpress, moet ik zeggen. Zoals je kan zien is het in een soort luchtmatras in je pak. Waar de verlichting is een beetje stom. Altijd hier, slechte verlichting. Zo, helpt dit? Nee. Dus je kan zien, luchtpakket er rond. Voor het scherm heel te houden onderweg. Take notes, zou ik zeggen, naar alle andere transportbedrijven. Want het geen mensen die naar alle andere bedrijven gaan veel bedrijven pakken hun computercomponenten, moet ik die in. Dus echt een heel goede verpakking. Pluspunten. Oh, hier zijn we dan. Hij is heel goed verpakt. Nu, ik ben hier weer gevaarlijk bezig met een scherp mes. Dus, je vindt jezelf in een luchtverpakking die heel plakkerig is, heb ik de indruk. Wat doe je dan, is hem open snijden. Heel voorzichtig natuurlijk, want er zit een heel delicaat stuk technologie in dat je niet opnieuw wilt vertellen. Ik ga het er nu meerdere keren over omdat ik er niet hard op duw, zodat ik het niet kan beschadigen, het pakket intern. Dus jullie kunnen zien, een heel luchtkussen. Heel goed verpakt moet ik zeggen. Kan niks aan komen. Nu, dit is het scherm zelf. Ze laat nu even zitten. Wat ik nu ga doen is de laptop pakken en opendraaien tot waar het scherm zit. Maar natuurlijk zou ik een slechte repareur zijn als ik, of een uitlegger zijn als ik niet laat zien hoe. Dus waar je mee begint is alle schroefjes losdraaien. Dus dat gaan we eerst doen. Nog een tip. Nu ineens aan denk. Als je veel schroefjes hebt, pak een doosje om ze te sorteren. Ik weet dat er in mijn laptop veel verschillende soorten schroefjes zitten. Soorten. Groottes. Dus ik pak meerdere bakjes voor ze te verdelen en ik zeg ze er allemaal mooi in. Dan, je hebt alle schroefjes losgemaakt. Wat doe je dan? Nu, als het eerste keer is dat je een laptop open doet, moet je iets duns hebben. Een soort bankkaart. En dan moet je hem hier tussen in de rand brengen. Nu, bij mij hoeft dat niet. Dus ik kan die gewoon zo in één keer lostrekken. Je moet wel een beetje voorzichtig mee zijn. Vooral als je een dvd-speler hebt. Normaal gezien kan je er gemakkelijk mee uittrekken. Maar soms niet. Dus dan moet je voorzichtig zijn. Dat slecht naar uitleggen. Ik weet het. Hier is de dvd-speler, die leg je aan de kant, voor straks. En de binnenkant van de laptop. Nu niet alle laptops zijn hetzelfde. Soms zit alles vast aan dit gedeelte. En is het toetsenbord verwijderbaar. Dan moet je eerst een soort tutorial zoeken van jouw type laptop. Bij mij nu niet, omdat ik een Lenovo heb. Bij mij is het de achterkant die er afgehaald wordt. Dus dan heb ik die aan de kant. En dan komen we bij het volgende deel van deze tutorial. Zoals je kan zien heb je hier de koeler, grafische kaart, processor, RAM, batterij of voeding en het geheugen. Hier zit dan de geheugenopslag, noemen we dit, de harde schijf. Dit is het geheugen, het RAM-geheugen. Hier zit dan de dvd-speler, ben een beetje in de war. Dus wat je dan gaat doen is kijken waar de rand van je scherm zit. Hier.
Wat je dan moet doen is kijken of er ergens een kabeltje uitkomt. Hier komt een kabeltje wat naar hier loopt. En dan zullen we kunnen zien, loopt het naar hier, waar de wifi ontvanger of ja, de netwerkkaart in zat. Draadloos netwerk. Maar die heb ik eruit gehaald omdat die slecht werkte. Dus ik heb gewoon de draadjes hier die ik er mooi terug ga uitnemen uit de houder. Moet je heel voorzichtig mee zijn voor als je netwerkkaart nog in zit. Mocht die er bij jou nog in zitten, moet je goed kijken. Hier zijn van die gouden stopjes. Die kan je normaal gezien aftrekken als je voorzichtig bent. Met voorzichtigheid natuurlijk. Bij mij was die ontslecht, dus ik heb hem terug verwijderd. Dan moet je kijken. Als je die los hebt gedaan, normaal aan de kant van het moederbord. Moet normaal gezien een soort kabeltje zitten. Wat jullie hier zien bij mij. Een ribbon cable. Moet jullie eerst staan. Het klepje omhoog trekken wat hij los maakt en dan trekken jullie gewoon de kabel eruit. Nu mijn camera is een autofocus, doet het weer niet. Het altijd dikke nes is. Dus, je hebt nu alle kabels losgemaakt. Wat doe je dan? Dan maak je het scherm zelf los. Het beste wat jullie kunnen doen is je gewoon dicht laten, maar soms is het gemakkelijker als je een beetje openklapt en dan openschroeft. Dus dat is ook exact wat ik moet doen. Een beetje open. Klappen in hoop, op hoop van zegen dat hem meedraait. Hij is een beetje opengedraaid, zoals jullie kunnen zien. Nu hou ik die vast met mijn arm eronder, want soms valt hij terug toe. En dan ga ik alle schroefjes van het scherm losmaken. Die vinden jullie meestal aan de kant van het scherm. Dus jullie hier kunnen zien een soort ijzeren beugel en hier. Die moeten dan allemaal losdraaien. Zorg dat alle schroefjes die op die beugels op die ijzeren houder zitten, los zijn. Als die niet losmaakt, is er geen mogelijkheid van het scherm te verwijderen van de module met het moederbord. Zo. Ik heb nu één kant losgemaakt. En gaat die niet meer dicht kunnen vallen, dus nu kan je in principe wat laten hangen. En toch valt die bij mij dicht, raar. Heel raar. Oké, dus dan beginnen jullie aan de andere kant. Zorg altijd dat je het deel waar het toetsenbord in zit, of waar het moederbord aan vast zit, met op zijn minst één hand vasthoudt. Bij mij is één vinger. Omdat mijn toch wel vrij flexibel is. En zoals jullie kunnen zien is bij mij het scherm los. Dus wat jullie nu moeten doen is heel voorzichtig die los trekken. Soms is het dat die een beetje vast zit. Dan moet je gewoon die een beetje omhoog wringen en dan een beetje wiggelen om hem eronder uit te krijgen. Maar bij mij werkt die niet goed. Dus eens kijken waarom. Leg die omhoog en dan komt die mooi vrij. Nu, wat ik je vooral kan aanraden is nooit op de aanknop duwen als het scherm niet gekoppeld is. En als de achterkant er nog niet op zit, in mijn geval omdat er gewoon geen elektronica aan de achterkant zit, maakt het niet zoveel uit. Het scherm moet erop zitten. Anders wil de laptop niet staan. Dan, als je die aan de kant hebt gelegd, gaan we naar het scherm zelf kijken. In mijn geval is hier een soort schuifstuk wat je gewoon kan lossen door te schuiven. Dus dan trekken we het naar één kant en dan ligt het zo op. De kabels zitten er ook in verwerkt, dus altijd voorzichtig mee zijn. Zoals jullie nu kunnen zien hebben we dit. Nu, zoals jullie hier ook kunnen zien, er zijn nergens schroeven. Ook niet op deze kant. Dus dan kan het maar op twee manieren vastgemaakt zijn. Of gelijmd, wat heel dom zou zijn van de fabrikant, waar ze dus eigenlijk niet meer vervangbaar is dus. Maar in bijna alle gevallen waar ik van weet, zitten ze vast geklikt. Dus wat je dan moet doen is met je vingers of met iets duns hier een beetje aantrekken tot het loskomt. Wat je wel kan aanraden is voorzichtig zijn, want deze dingen zijn vrij breekbaar. Zoals je ziet, komt dat bij mij wel redelijk gemakkelijk los. En wat je ook moet doen, mocht je het vervangen, is alles rustig trekken. Los trekken.
kant. Soms zit hier nog wel elektronica aan vastgemaakt en die wil je niet breken natuurlijk. Dus moet je alles rustig doen. Want jullie willen natuurlijk ook deze bezel, of deze rand, in Engels is het bezel, dit is gewoon rand, terugzetten achteraf. Zo, rustig losgeklikt. Geen elektronica zoals jullie kunnen zien, dus die kunnen we mooi aan de kant leggen. Nu zit je met dit. Dat is de vraag wat nu natuurlijk. Hetgeen wat we nu moeten doen is dit paneel loskrijgen. En daarvoor komt de andere schroefdraaier handig. Dan gaan jullie de schroeven zoeken. Normaal zijn ze in de uiterste hoeken van het scherm. Dus je kunt zien, hier zit één, hier zit één, hier zit één en hier zit één. Wat jullie dus nu moeten doen is deze heel rustig losdraaien. En de groei losdraaien. Zo, één zit los. Ik sla die weer op. Ik hou zo alle soorten schroeven apart, zodat ik weet waar wat moet. Nu, voor mij is het niet zo moeilijk, omdat ik wel weet waar wat moet. Omdat ik het al vaker heb gedaan. Maar voor jullie beginners, of voor mensen die het voor de eerste keer doen. Of is eenmalig, altijd aparte schroeven apart houden. En voor sommigen die hier helemaal geen verstand van hebben, is het ook een goed idee mochten jullie een labeltje bijzetten waar het dient. Dus jullie vinden nu in de situatie dat alle schroeven los zijn. Wat doen we dan? Dan lichten we het scherm vrij rustig op. Proberen hem ergens vast te krijgen. Nu komt een ander deel. Zoals je kunt zien zit de kabel hierin vast. Die mogen jullie lichtjes proberen op te lichten. Nu, zoals je kunt zien bij mij zit de ribbonkabel die naar het scherm op naar twee delen. Hier loopt hij naar het scherm en hier loopt hij aan deze kant nog verder. Naar de webcam. Nu, in niet alle laptops zitten de webcam boven het scherm. In sommige laptops zitten ze onderin bij het toetsenbord. Dat heb ik al gezien. Dat vind ik wel wat fijner. Wat jullie nu gaan doen is hem proberen op te lichten zonder de kabel kapot te trekken. Dan komt hier een deel wat ik persoonlijk niet zo fijn vind. Maar daar moeten jullie gewoon goed op letten. Dus wat we nu gaan doen is hier kabel losmaken, maar hier zit een soort klemmetje over, omdat het ook een ribbonkabel is. Dus dan pakken jullie iets duns waarmee jullie het klemmetje kunnen oplichten. Zo. Hier is het haakje zoals jullie kunnen zien. Opgelegd. Altijd goed kijken of er iets over zit of niet, want anders kan je de hele koppeling kapot trekken. Dus mochten jullie dat los hebben, wikkelen jullie er gewoon een beetje rustig aan. Ja, bij mij is hij als kapot geweest, dus trekt hij er gewoon zo rustig uit. En dan is het gewoon een kwestie van wiggelen. Zo, is eruit. Dus dan kunnen we het kapotte TN-paneel aan de kant leggen. Dit is niet meer bruikbaar, dus dat leggen we ook weg. Nu, omdat hij bij mij kapot is, ik er even rap het klemmetje er terug opzetten. Wat soms kan zijn is dat als jullie deze eraf trekken, dat de houders van het klemmetje kapot getrokken worden, wat ik dus heb gedaan. Dus dan ligt dat alleen aan de kabel. Maar als jullie hem goed vastmaken, maakt dat niet uit. Zo, dus nu zitten we hier. We hebben het LCD verwijderd. Dus nu leggen we deze even aan de kant. En dan moeten we weer voorzichtig zijn met de kabels en de draden die er zijn. Aan de kant. Dan pakken we het pakket dat we hebben gekregen. Of ontvangen, want gekregen heb ik niet. Nou, het is al betaald. En dan snijden we mooi en rustig de verpakking open. Niet te wild. Want we willen natuurlijk niet de inhoud beschadigen.
Nu is nog één kant en dan zijn we al klaar. Nu, als de mensen die het verpakt een beetje verstand hebben, hebben ze een grotere mousse gepakt wat een rand heeft waarmee ik niet met mijn mes zo rechtstreeks eraan kan door het door de gleuf te duwen, maar dat is de goede zin gepakt. Dus ik heb het op de stick losgesneden, nu ligt die lichtetjes op, wat dan het paneel zou moeten zichtbaar maken. Dit is papieren, dear friend, thank you for purchasing. Please note, please contact us first instead of opening a dispute if parcel was broken or quality problem. We will solve your problem quickly. Please must turn off the laptop before installing the new screen, which will protect your laptop and LCD from damage. Natuurlijk moet je hem uitzetten voor je het uit elkaar draait. Please leave 5-star feedback if satisfied and don't attach photos because photos will slow down the internet speed, which may make your feedback cannot be submitted properly. Sincere yours. Ja, niet interessant. Dus leg die weg. Dan, zoals ik kan zien, is het ook weer natuurlijk enorm goed ingepakt. Ik zie het als ze hier liggen in een nog verpakte karton. Dus voor het inpakken van het paneel laten ze al een heel goede indruk achter. Ik ga die even aan de kant leggen om die schoon te maken. Wacht. Pakken we het scherm er weer bij. Dan gaan we rustig hem eruit halen. Zoals je kan zien, de folie heeft aangeplakt. Strekken we die er heel rustig vanaf, want we willen die niet kapot maken. Nu moeten we het scherm eraf zien te krijgen. Zonder brokken te maken. Of stukken. Dus wat we dat gaan doen is weer een andere vraag. En gewoon de plastic oversnijden als dat lukt. Het is wel een heel dom idee om het over te snijden, maar... Ja, voor de sake of this video doen we het gewoon. Als je één snijtje hebt gemaakt, kan je zien dat het geheel er vrij snel afkomt. Breng ook nooit scherpe voorwerpen kort met de punt richting het scherm. Ik probeer er altijd van weg te mikken. Zo. Nu gaan we die verder uitpakken, dat die mooi heel blijft. Zo, ik heb één kant losgekregen, dus de andere kant van er normaal gezien ook vrij simpel af. Soms niet, in dat geval moet je wat meer moeite doen. Eerst lag precies af. Nu blijven we met dit over. Wat ik nu doe is de papieren tape aftrekken, dat het scherm loskomt van de karton. Onderweg, lekker scherm even plat. Zo. Wat je nu moet doen is de blauwe beschermende plastic eraf nemen. Of eigenlijk gewoon blauwe beschermende verpakking. Waarschijnlijk is dat gewoon tegen elektrostatische ontladingen. En wees altijd voorzichtig met computeronderdelen uitpakken en zeker voorzichtig zijn bij het uitpakken van een laptopscherm zoals deze LCD's. Waarom? Omdat die heel gemakkelijk kapot gaan. Dan zal ik in eerste instantie, als ze niet zo gemakkelijk kapot gaan, ook geen nieuw scherm moeten bestellen. Uitgepakt zoals je kan zien. Er staan wat krassen op, heb ik de indruk, maar dat is waarschijnlijk van inpakken gebeurd. Ja, even mijn oude LCD erbij pakken. Zoals jullie misschien kunnen zien is er een slagpunt in de oude. Als ik hem hier
Hier zien we waar de slag is geweest. Hier is dus een puntje. Ik kan het wel zien op camera, maar ik weet niet of jullie dat ook zien. Hier is een puntje. Dat is waar de slag is geweest. Dus, qua krassen is er waarschijnlijk van inpakken. Kan altijd gebeuren. Ik mag ook wel eens krassen op producten. Niet op producten van andere mensen, maar op mijn eigen producten. Ja. Wat we nu gaan doen is die rustig behandelen. Rustig de nieuwe kabel de oude kabel insteken op het nieuwe paneel. Dus jullie wel konden zien, maar het is hetzelfde. En mochten jullie willen weten waar het serienummer staat, hier van achter op die stickers. En normaal bij serienummer staat er S-streken of gewoon dadelijk SN bij het nummer. Wat ik nu moet doen is. Heeft hij ingebouwd? Dus wat we nu moeten doen is even vastnemen dat ik de kabel kan insteken. Zo. En zo bij deze zet de kabel erin. Nu moet ik heel voorzichtig het scherm omdraaien. Ik ben niet zo goed met voorzichtig zijn. Oké, ik kan die wel even laten liggen, want het is toch maar de achterkant. Nu moeten we die terug op zijn originele houding laten liggen. Zo. En hij ligt erin. En zoals je kan zien is het scherm vrij proper. Nu gaan we doen is deze. Er zit nog een beschermlaag over plastic. Altijd. En jullie kunnen misschien ook zien dat het vrij reflectief is, terwijl het eigenlijk niet reflecterende panelen zijn. Hier zie ik mijn eigen nu in een spiegelbeeld. Ik bedoel, hey, hallo. Maar hier zie ik mijn eigen niet in. Waarom? Omdat hier een folie over zit die beschermt. Hier is ook een bruin lids. Kijk, je ziet het normaal gezien wel. En als we die zelfs afnemen, maken we het scherm bloot aan onze vingers. Eén tip, als je een scherm vervangt, kom nooit eraan zolang je dan vervangen bent. Met bloot vingers op het scherm bedoel ik. Wacht altijd tot hem terug gemonteerd is, voor leren jullie met een fantastisch aan worden. Nu gaan we de kabel mooi terug in zijn positie leggen. Zo. Nu komt het volgende deel. Hem vast te zetten met de schroeven. Pakken we de schroeven die we er straks hadden genomen, deze heel kleine schroevetjes. En dan gaan we kijken voor ze in het gaatje te leggen waar ze in horen. Ik moet wel eigenlijk nu een slecht voorbeeld geven, want ik ben niet geaard. Dus. Hou even een lekker spinnetje vast. Een lekker spinnetje mag ik niet zeggen. In een stopcontact zit al een aardingspin uit. Ik zou die altijd eens om de zoveel minuten eens aanraken. Dan ben je vrij van elektrostatische ladingen waarmee je mogelijk je apparaat kan redden. Elektrostatische ladingen maken je computer kapot. Als je ongeluk hebt. Ik heb ook al een paar keer gehad dat ik aan mijn computer aan het werken was. En dat ik aan de kast kom en als een knets voel. Dat is gewoon ongelukkig. Zo. Nu moeten we het volgende doen. En dat is de rand van het scherm terug opzetten. Maar zoals ik al zei, er zit een beschermlaag over en hier een soort clipje voor het af te trekken. Dus nu gaan we het rustig eraf nemen. En zoals jullie kunnen zien misschien, is dit gedeelte waar de folie er nog, de beschermfolie er nog op zit, vrij reflectief. En hier ineens niet meer. Kijk, hier zullen mijn hand niet zo vuil. Of toch, niet zo heel vuil als ik toch wel iets vuil dan ik had gedacht, maar niet zo vuil. Dus nu trekken we heel voorzichtig deze folie eraf, wat heel satisfying is.
En dan gooien we die gewoon, ja, in mijn geval gooi ik die achter me op de grond. Wat jullie ook moeten doen op je werkvloer. Altijd mooi dadelijk opruimen. Dus nu gaan we heel voorzichtig de nieuwe, of het nieuwe scherm indekken met de rand van het scherm. Dan klikken we die heel voorzichtig vast. Normaal horen jullie wel klikjes. En als je een klik horen, als jullie ergens op duwen, zou die normaal niet vast moeten zijn. En dan is meestal zo'n heel luide klik zoals dit. Als het anders klinkt dan klikkend plastic, dan heb je hoogstwaarschijnlijk iets fout gedaan. En kijk ook altijd aan de randen van het scherm, waar de rand op het scherm komt, of er geen luchtspleet is. Wat ik daarmee bedoel, is dat er geen rand, geen opening is tussen de rand en het scherm zelf. Als het hier is, dan heb je de rand, die plaats, niet vastgeklikt. Bij mij is het er niet volledig recht, omdat ik er al was, doordat die slag op de achterkant was, en misschien ook aan de rand heeft gevormd. Wat bij mij dus hier een kleine opening maakt, maar ik weet dat een vastgeklikt zit. Dus, nu vinden jullie jezelf in deze situatie. Het scherm zit. Dus nu monteren we de laptop terug weer ineen. Door eerst de rand er terug op te klikken en is het vast. Dan is het gewoon het omgekeerde van wat we daar straks hebben gedaan. Nu gaan we de laptop zijn grootste, belangrijkste deel er terug in zetten. Laat me het zo zeggen. Mijn computer, gelijk desktop, het belangrijkste voeding, moederbord, processor, RAM. Koeling moet je ook hebben. Opslag ook. Koeling is het beste, anders gaat je computer heel rap kapot zijn. Een visiekaart moet niet per se, want is dat tegenwoordig ingebouwd in de processor. Dus met dat gezegd, is mijn laptop al anders. Daar moeten alle onderdelen erop staan. Scherm, voeding, opslag, RAM, koeling. Anders zal die niet starten. Een computer kan starten zonder de voeding. Of zonder scherm. Of zonder de koeling. Of zonder scherm, moet ik zeggen. Maar dat zal die niet zo, lang, niet zo fijn vinden. Scherm zal die niet erg vinden, maar zonder koeling zal die wel erg vinden. Mocht jullie per ongeluk ergens aankomen, kijk gewoon na, gelijk, ik heb nu voor expres deze even losgemaakt. Of stel je voor, je haalt RAM eruit. Notch er terug in, noem het gewoon het gaatje en deze split. En dan klik ik hem vast. Dat doe ik altijd met graag mee spelen. Ik speel graag met SODIMM RAM. Maar nu komt het volgende deel, de schroeven terug vastzetten. Weer kijken welke schroeven je had gebruikt. Ik had deze gebruikt. Dus nu ga ik deze weer vastzetten en dat kan ik weer doen met de grote schroef eruit. Blijkbaar kan ik wel mijn scherm dichtklappen. Nu moet ik wel wat voorzichtiger mee zijn. Wat ik ook altijd kan aanraden, als jullie het scherm terug vastzetten, zet eerst de schroeven erop vooraleer je de kabels terug insteekt, want als je de kabels eerst insteekt en dan ineens een stoot geeft tegen de laptop, kan altijd per ongeluk gebeuren. Dan kan het goed zijn dat je per ongeluk de kabel breekt of de poort kapot maakt. En dat willen wij natuurlijk niet. Ik heb echt geen stabiele handen. Dat is echt nieuws voor mijn computer. Nu zetten we die er weer mooi op. Ik zie nu ook al dat ik al 41 minuten aan het opnemen ben. Ik heb al nog veel andere zaken gedaan eigenlijk tussendoor. Dit duurde eigenlijk in principe niet zo lang. Zo. Alles zit er weer op. Nu moeten we nog één ding doen en dat is de kabels erin steken. Dus dat gaan we ook weer heel voorzichtig doen. En als je een ribbonkabel insteekt, kijk altijd dat die mooi in het contact zit. Die achter je haak zit en dan sluit je het klepje pas.
Dan kan je die een beetje platter duwen, zodat die mooi dicht gaat. En deze kabel heb ik in principe niet nodig, dus ik heb die niet nodig. Jij hebt die wel nodig. Dus maak ze, leg ze terug in de houders, zo, en terug aan de kaart aansluiten. Ik ga mijn afknippen, omdat ik ze toch niet nodig heb. Doe dit nooit als je een netwerkkaart nog hebt. Ik heb mij niet meer mijn kapot was, dus ik heb deze gewoon weg. Het is precies hetzelfde. Dus, nu ben je bijna klaar. Wat doen we nu? Ik geraden, we zetten de achterkant er terug op. Wat denk je? Oh, je bent je dvd-speler vergeten. Geen schrik, bij deze laptop kan je die er gewoon, zelfs gewoon zo op insliden en dan zit die vast. Je moet alleen het schroepje nog vast hebben. Dat is voor zelfs. Nu zetten we laptop zijn achterkant er terug op. Op de randen een beetje kracht uitvoeren. Tot je die hoort klikken. Als je hem niet hoort klikken, zet hij niet vast. Ik heb mijn laptop, dus ik weet wat ik kan doen. En hoe hard ik op mag doen. Je moet gewoon voorzichtig zijn met je laptop. Meer niet. Met de schroefjes vastzetten. En dan gaan we de dvd-speler er weer in zetten. Zo. Alles vast op de dvd-speler na. Nu, bij het schroefgaatje van de dvd-speler staat normaal gezien ook een cirkeltje met een pijltje. Zoals je hier kunnen zien, staat hier een cirkeltje en een pijltje. Dat betekent dat daar de dvd-speler zijn schroefje moet. Dus nu schuiven we deze er gewoon aan in, tot hem niet meer verder kan. Normaal gezien voel je op een gegeven moment wel wat weerstand en dan moet je één klein tikje geven en dan zal hem volledig in moeten zitten en gekoppeld moeten zijn met de SATA-poort. Nu het grote moment. Ik ga deze wel even op de netstroom insteken door gebruik te maken van de oplader die bij de laptop kwam. Zo, mijn lampje van de oplader gaat aan. Dus nu kan ik deze openklappen en duw ik op de startknop. En zoals je kunt zien werkt het scherm. Zo vervang je een laptopscherm. Nu even wachten dat die toch nog naar Windows gaat en dan weet ik zeker dat het scherm werkt. Ziezo. Ken ik mijn vinger. En dan weet je dat ik ingelogd ben. En zo vervang je een laptopscherm. Lijkt allemaal wel simpel als ik het zo voordoe, maar dat is het zeker niet. Onderschat het niet, dus mocht je dit in de hand hebben. Kan ik je maar één ding aanraden. Ga naar een specialist. Betaal wat meer. Maar weet dat het gaat werken. Ik had enorm veel stress tijdens het vervangen. Omdat ik dacht dat die misschien niet ging werken. Kan altijd. Je weet het nooit. Alles kan fout lopen. En mijn laptop startte ook perfect. Dus het was het juiste scherm. Ik had er een beetje schrik voor. Dat is ook nog altijd iets. Of ze het juiste scherm opsturen. Like, ik heb nu geen Lenovo IdeaPad. Maar... er stond in de beschrijving van het product dat het wel voor de IdeaPad gemaakt was, deze LCD. Maar ik weet nu dat die start, dus eind goed, al goed. En daarbij zeg ik, yo, en tot de volgende keer.